Een daaldersplekje in het prachtige theater De Voorvechter in Hardenberg. Berto en ik zijn nog heel eventjes met z'n tweeën in deze prachtige zaal. Maar straks stroomt het vol en geniet Hardenberg van een avond Bert Visser. U kunt naar een heel klein verslag van een geweldig interview met hem kijken bij RTV Hardenberg. Heel veel plezier. Theater De Voorvechter op een gewoon mooie donderdagmiddag. En RTV Hardenberg mocht heel even buurten bij Bert. Gezellig. Gezellig. En daar zijn we eigenlijk wel ook heel erg blij mee. Welkom in Hardenberg. Dankjewel. Ja, met plezier hier. En vanavond nummer 3 alweer. Dus, met dit zonnetje lekker buiten hangen. Wat wil je dan meer? Waarom Hardenberg voor deze nieuwe show? Nou nee, wij spelen dit al vanaf januari. Ik heb nu 112 gehad. En Jan Kroeze blijft altijd zeuren. Komt toch naar Hardenberg. En we staan hier volgens mij al 25 jaar, 23 jaar zoiets. Dus we komen met plezier terug in Hardenberg. We zijn volgend programma komen we over hier. Want het is ontzettend leuk om hier te spelen. Gezellig. Die staat dus al vast. En die afspraak is er. Ja, die afspraak moet ik wel even een maar bij zeggen. Ik weet niet wat voor het volgende programma. Dat is pas over 3 of 2 jaar. Hoe het decor eruit ziet. Want dit gaat er maar half in. Maar met plezier. We zullen deze tent niet overslaan. Ben gek zeg. Wat maakt het dat Bert Visser alle avonden dat die optreedt uitverkocht is? Ja. Het is origineel, denk ik. Maar ik bedoel, wat ik breng, wat lijkt daar nou op? Je hebt heel veel cabaret. Er spelen zelfs nu door Nederland iets van 210 cabaretvoorstellingen. Maar je moet uniek blijven, je moet origineel blijven, authentiek. En dat is waarschijnlijk. Ze zijn altijd weer nieuwsgierig. Wat heeft Visser nou weer bedacht? Of wat gaat hij nou weer doen? Het is ook weer een prachtspektakel geworden. Maar het is... Ja, het is origineel wat ik breng, denk ik. En mensen zijn, of nou in Zeeland is of Friesland of in waar dan ook. Het is overal inderdaad stampvol, heerlijk. Je wilt het liefst toch comediant genoemd worden in plaats van cabaretier. Waarom is dat? Nou, ik vind cabaretier altijd wel. Theo Maassen en Joep van Hek, dat vind ik cabaretier. Ze hebben wel echt iets te vertellen. En wat ik breng is meer idioterie, is meer clownerie, is meer gekte. Dus ja, ik vind cabaret vind ik altijd nog wel. Dat moet toch een beetje boos. Is het wat chiquer? Cabaret is chiquer? Ja. Nou, weet ik niet. Met cabaret. Nou ja, nee. Ik weet niet of het. Ja. Nee, nee. Nee. Want het voordeel van geëngageerd cabaret maken is dat je alle onderwerpen hebt. Kijk, je kunt natuurlijk over weet ik wat, alle onderwerpen uit het journaal kun je behandelen. En ik begin gewoon met een leeg A4'tje en ik verzin het allemaal zelf. Dus je maakt het jezelf niet makkelijk met dit. Wanneer komt het moment en heb je zoiets van, oh, dit is iets voor een nieuwe show? Loop je de hele dag met een papiertje, bijvoorbeeld? Ik heb zo'n inspreekdingetje en eerst had ik papiertje, maar dan zat ik een paar keer in de berm met de auto. Dus ik heb zo'n inspreekdingetje en als ik ergens langs loop of overdag of thuis ben en het schiet me iets te binnen, dan spreek ik dat in en hoop ik maar dat ik voor het nieuwe programma weer ideeën genoeg heb. Maar ja, je bent er altijd al in je hoofd een beetje mee bezig. Of ik zie iets, of ik hoor iets, of ik hoor een leuke zin en denk, hey, dat kan ik wel gebruiken. Dus je bent altijd in je hoofd altijd met een nieuw programma bezig. Is dat niet heel druk in je hoofd dan? Nee, ik kan het ook wel afsluiten hoor. Ik kan ook op het terras gaan. Ik zat hier net met een kopje thee voor jullie kwamen en toen zat ik aan heel andere dingen te denken. Ook dat willen we weten? Mijn zoon is over 3 dagen jarig. Dus ik zat een beetje te denken wat voor cadeau ik nog moest kopen. Ik kan het ook goed opzij zetten. Vakanties ook, dan zet ik het wel gewoon weg. Je speelt heel veel avonden achter elkaar. 2 jaar zo'n beetje toch? Dat je met 1 show bezig bent? We spelen dit programma 360 keer in 2,5 seizoen, 2 seizoenen. En we kunnen nog wel meer spelen, maar dan houdt het ook gewoon op. En er is ontzettend veel vraag, gelukkig. Dus we spelen 4 of 5 per week. En ik doe het wel met plezier hoor. Het is een heerlijk, heerlijk vak. Het is mooi om te doen. En dan neem je een rustpauze na al die voorstellingen? Ja, dan neem ik meestal een jaartje vrij. Dan ga ik een half jaartje wat reizen en wat leuke dingen doen. En dan of een ander toneelstuk of ik word wel voor dingen gevraagd. Ik weet niet wat ik hierna nog ga doen. En dan begin ik langzaam eens te denken over een nieuw programma. Maar als ik 2,5 seizoen heb gespeeld, dus 360 keer heb gespeeld, dan vind ik het ook heerlijk om een half jaar even helemaal niks te doen. Lekker met mijn gezin dingen of in mijn eentje reizen. Dus heerlijk vind ik dat. Of met Jochem? Oh, met Jochem wat doen. Oh ja. Als het kan dan nu. Vakantie wel, ga ik vaak met Jochem, maar we doen heel af en toe stiekem wel eens kleine dingetjes, maar het zou wel leuk zijn om een keer samen een leuk programma te maken, maar dat zit daar voorlopig niet in. Nee. Hey, als ik jou naar een onbewoond eiland stuur, hè, je moet een maand daar naartoe, mag je 3 dingen meenemen, wat neem je dan mee? Mijn vrouw, mijn zoon en een zeilboot.
Ik moet zeilen en ik kan ook niet zonder mijn vrouw en mijn kind. Oh, ik had zoiets, die gaat heel veel dingen opnoemen, maar het schijnt heel makkelijk te zijn dan ook. Ja, ik heb wel een lijstje van 2000 dingen. Ze moet op onbewoond eiland een lekker hotel neerzetten, ik ga niet meer kamperen. Er moet een haventje, een lekker restaurantje zijn, maar ja, ik mag maar 3 dingen zeggen. En ik zou dan toch mijn vrouw en mijn zoon toch wel heel erg missen, die moeten wel mee. Goed plan. Maar dat is niet meer onbewoond, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee, zitten met z'n drieën daar. Nou ja. Ah, moet kunnen. Dat laten we gewoon zo. Je krijgt 1 miljoen euro. Wat ga je daarmee doen? Haha. Ik krijg 1 miljoen euro. Wat ga ik daarmee doen? Ik heb al 15 miljoen. Dus ja, die... Nee. Knip. Nee, 1 miljoen euro. Wat ga ik daarmee doen? Ik ben toch bang. Een hele mooie... Ik ben gek op zeilen. Ik denk een mooi schip kopen en daar een jaar mee de wereld rond. Ja, dan zou ik dat doen. Zou jij een jaar zonder theater kunnen dan? Ja, jawel. Daarna zou ik het ook heel erg missen. Maar ja, een jaartje zonder... vooral als ik een beetje over de wereld zie je tuf, dan hou ik het wel vol, hoor. Hou je van lezen bijvoorbeeld? Zou je gaan lezen? Zou ik ook gaan lezen. Op het schip zouden absoluut boeken meegaan. We hebben ook een huis in Italië, waar we vaak wonen en zitten. En daar vind ik ook niets van. Iedereen zegt, je loopt de hele dag door het huis te huppelen. Maar ik kan daar ook in Italië ook gewoon een uur in de hangmat liggen met een heerlijk boek. Vind ik fantastisch. En waar hou je dan van? Wat lees je dan? Alles. Wat me maar geadviseerd wordt, wat maar gezegd wordt. Ik ben nou met Tommy Wieringa bezig. Een heel oud boek. Joe Speedboat heet dat. En dat vind ik heerlijk. En nu zei mijn vriendin, er is weer een boek uit van Isabelle Allende. En dat moet ook weer zo'n mooi boek zijn. Nou, ga ik dat eens proberen. Super. Ik ben helemaal geen literaire kenner. Dus wat als iemand tegen me zegt, dat moet je meenemen, dan neem ik dat mee. Ja. En dan lees je dat? Ja, er zijn ook wel eens boeken bij waarvan ik na 100 pagina's denk van, ja, hier kom ik niet doorheen. Dan gaat het weg. Maar ja, ik vind lezen wel lekker, hoor. Als er even weer wat anders, hè? Als er een DVD-opname is, dan is dat heel vaak, eigenlijk altijd, durf ik wel te zeggen, in Groningen. Waarom? Nou, omdat simpelweg, ik woon om de hoek. En bij televisie is dat veel repeteren en heel veel wachten. Ja. Dus dan kan ik lekker naar huis op het hoekje met de fiets. Punt 2, mijn vriendin werkt er. Dus als ik daar geen opname doe, dan is mijn relatie ook naar de sodemieter. Nee, dat is een geheim. Maar we doen het al zo lang dat de technische ploeg kent de Schouwburg heel goed. En je weet precies cameraopstellingen en zo. Het is gewoon makkelijk voor ons. En voor mij is het heerlijk dat ik gewoon om de hoek s'avonds naar huis kan. Want die tv-opnames zijn ontzettend vermoeiend. En dan als je dan nog een week in een hotel zit, ben je helemaal kapot. Dus ik vind het een luxe dat ik dan zo naar huis kan. Nou werk je ook samen met heel veel mensen, toch? Met een ploeg die je elke dag bij je hebt. Ja, we zijn met z'n reizen met z'n vijven. 4 technici en ik. En kan je dan na een seizoen ook denken van, nou, hele beste dikke doei jongens, bedankt en ik wil elkaar even niet zien? Ja, het is een soort familie van je. Ik zie die gasten zie ik vaker dan mijn eigen gezin. Maar nee, ik heb het is natuurlijk op het eind van het seizoen, dan is het goed dat we even uit elkaar gaan. Dat is ook helemaal, maar we gaan nooit uit elkaar zo van nou, hoef ik jou niet meer te zien. We hebben een heerlijk beroep en we hebben altijd een leuk slotfeest. Een leuk eindfeest. En nu zijn we net weer begonnen hier en iedereen begon toch vol goede moed weer, vol goede zin. Dat is wel goed. Gelukkig maar toch? Want inderdaad is het een beetje je familie, dus ben je ze nodig ook. We zitten dag en nacht met elkaar in hotels, dus nee, je moet absoluut wel, je moet wel met elkaar kunnen vinden. Als er stress of spanning is, dat zou verschrikkelijk zijn. Ja. Nou heb je publiek, als je dvd's kijkt, en dan zijn wij gelukkig in de voorrecht dat we ze allemaal hebben. Dat is niet om te slijmen, maar we hebben ze gewoon. Dan is er op een gegeven moment is een van de shows zit een man en die moet zo ontzettend lachen. Als je dat dan hoort, denk je nou, dat je dan ook nog een beetje goed kunt houden en in je rol kunt blijven. Is dat nooit heel erg moeilijk als publiek helemaal... Ja, het is, je kunt er één keer op reageren, maar er zijn wel eens, gebeurt gelukkig niet vaak, maar er zijn wel eens van die gillers. En dat is te. Want het publiek eromheen gaat zich eraan ergeren. En je kunt er wel één keer op reageren of 2 keer. Maar de derde, vierde keer dan ben je zo afgeleid en dan gaat de zaal zich ook aan storen. Ja, het is voor een cabaretier nooit leuk, hoe raar het ook klinkt, is nooit leuk om een giller in de zaal te hebben. Want dat leidt verschrikkelijk af. Ja, dat moet bijna wel. Je speelt toch wel vaak in en mee met het publiek. Verwacht het publiek dat ook? Ja, natuurlijk. Als er wat gebeurt in de zaal, dan reageer ik er ook op. Vind ik ook hartstikke leuk natuurlijk. Ja, anders zou ik 365 keer of 360 keer hetzelfde programma afdraaien. En iedere avond is wel weer anders. En ik vraag ook een aantal mensen, vraag ik ben in de zaal vanavond ook weer. En dan is dat heel leuk. Dan weet ik nooit hoe die mensen reageren. Dat is voor mij ook verrassing wat ze weer gaan zeggen. Is het wel eens moeilijk om op het podium te staan, toneel, dat het publiek niet mee wil? Heb je dat wel eens? Nou, we hebben het zelden hoor. Het zijn wel eens
Dus is Den Bosch bijvoorbeeld in Brabant is niet, is een beetje echt publiek van laat maar zien. Okay. Dus een beetje loskomen, maar ja, dus, er zijn wel eens avonden bij dat je denkt, nou, ik moet er even harder aan trekken, maar nee, dus over het algemeen is het overal feest. Wat vind jij de mooiste show wat je gemaakt hebt tot nu toe? Oh. Ja. Nou, het zijn allemaal mijn kindjes. Ik ben trots op alle shows, maar ik vind deze toch de laatste toch wel de beste. Is dat altijd zo? Ja, maar deze is wel erg goed geleerd. Je hebt wel eens voorstellingen waar blokjes in zitten waarvan je achteraf denkt van, of als je een speler bent, ook, nou, dit is niet zo sterk. En deze balans is heel goed. Het is, hier ben ik wel echt zeer tevreden over. Maar doe je dat dan alleen of heb je daar je ploeg ook weer voor? Nee, ik schrijf het programma helemaal alleen. En bij de eerste try-out zien ze ook pas wat ik ga doen. Ik zeg, zet er mijn lampje op, ga maar in de zaal zitten en laat ik zien wat ik bedacht heb. Dus als de commentaar is positief opbouwende kritiek, zo wij dat noemen, dan doe je daar ook wat mee? Ja, zeker. Maar tijdens de eerste try-outs neem ik ook een aantal mensen mee die mij goed kennen. En daar krijg ik ook ongenadig van op mijn sodemieter. En dat moet ook. Als je alleen maar mensen om je heen verzamelt die je adoreren, dan heb je er geen sodemieter aan. Je moet ook af en toe goed op je flikker krijgen. En dat is ook goed. Die zeggen, dat moet je niet doen, dat heb je al veel te vaak gedaan. Dus nee, ze zijn wel eerlijk hoor. Je hebt bepaalde stopwoorden wat eigenlijk steeds terugkomen, weet je dat? Nee, noem eens. Dus en help en dat soort dingen. Ja, nou, dat help, dat roept het publiek altijd van, help, help. Maar dat gebruik ik helemaal niet meer. Want dat achtervolgde me zo, dat iedereen op straat van, bed, help. Vertel. Ja, vertel. Die ook, die is heel populair. Maar hier zit ook wel wat nieuwe dingetjes in. Maar ik probeer te van, ja, de dus zit er altijd wel een keertje in. En een beetje dat onnozele dus. Maar ja, het blijft wel Bert Visser die het doet. Altijd herkennings. Er zit ook altijd één typetje wel in die altijd wel een beetje weer terugkomt. Over typetjes. Ja. Ja, er zitten ook wel eens typetjes in dat ik denk, Getsie, dat is een ja. Na-typetje. Er zit nou ook weer een hele vieze slager in, een poelier, hele vieze man. En ik vind dat ook heerlijk om ongegeneerd, wat ik thuis nooit zou durven, of in gezelschappen, maar op podium wel, dat je dat heerlijk de beest zou kunnen hangen. En wat is het dan dat je dat op podium wel kan en niet thuis of ergens anders? Nou ja, Van Cote en de Bie zei ook altijd al, Kees Van Cote zei ook altijd, ik durf als tekje van Essen, Jacobsen van Essen beelden, durf ik alles te zeggen, of als Jacobsen, maar als Kees van Cote zou ik dat niet durven. En ik heb podium net zo, ik kraam er ook een onzin uit die ik normaal uit mezelf niet zou durven zeggen, nee. Wat doet Bert Visser over 25 jaar? Dan is Bert, dan ben ik 76. Dat is geen idee. Ik hoop, en dat zou mooi zijn om toch lekker in Italië te zitten. Met een zeilbootje, een beetje rond. Ja, ik weet niet of ik nog, misschien zou ik wat gas rollen in een toneelstuk of zo. Maar, ik heb geen idee. Gezond blijven? Dat is allemaal gezond blijven en mijn gezin gezond blijft. En dat is dat ik nog van mijn oude dag kan genieten. Maar of ik nog op het podium sta, dat weet ik niet. 26, 25 jaar, zeg, dat is wel ver weg. Dat is wel heel lang, hè? Ach, man. Waar haal je de energie weg elke dag? Je reist nu terug naar Groningen weer s'avonds. Ja. Dan word je wakker 's morgens, hoe laat en wat doe je dan? Ik word vroeg wakker, want mijn zoon die slaapt altijd op mijn gezicht 's morgens. Voordat hij naar school gaat, dan mag ik wel blijven liggen. Nou, dan sta ik een uurtje of 10, 10:30 op. 10, zeg maar. En nou, er ligt er altijd weer een heleboel post, een heleboel reacties. Ik heb nu weer moet een voorwoord schrijven van een boek. Ik moet nog iets, een film doe ik mee. Ik moet een script nog vanuit mijn hoofd leren. Ja, altijd van de dingetjes. Een uur of twee rijd ik dan weer weg. Maar de ochtend is altijd, tot 11:00 is gewoon voor mezelf. Lekker ontbijten, krantje lezen. En vanaf 11:00 doe ik alle dingen tot 2, 3 uur. 2 uur, zeg maar. En dan moet ik alweer naar waar dan ook. Als je in het zuiden zit bijvoorbeeld, dan slapen jullie in een hotel of ga je dan ook terug? In Zeeland zit ik in een hotel en ik heb ook een kleine woning in Amsterdam. En volgende week moet ik bijvoorbeeld naar Dordrecht, de hele week spelen, dan zit ik de hele dag in mijn huis. Of de hele week in het huis in Amsterdam. Gewoon als een echte werkman, zeg maar. Dat het niet onderschat wordt als je op podium staat, dat het wel intensief is. Nee, ik vertrek gemiddeld, heb ik hier uitgerekend, vertrek ik om, gemiddeld om 12:00, 12:30, 1:00. En in de gemiddelde ben ik ook thuis om 1:00 of 2:00. Dus ik ben toch 12, 13 uur per dag wel zoek met die voorstelling. Iedereen denkt, hij werkt even 2 uurtjes. Nee, that's it. Nou, forget it. Het is nogal wat. Het is ook de voorbereiding, hè? En de voorbereiding. Ik schrijf natuurlijk bijna jaren zo'n programma. Maar ik vind dat niet erg. Ik doe het met ontzettend veel liefde en plezier. Bij me voor de camera natuurlijk ook heel eventjes Jan Kroeze van Theater De Voorvechter. Jan, hoe trots ben je dat Bert hier is? Super. Ik bedoel, dat is energie die we er 20 jaar lang ingestoken hebben
om Bert het gevoel te geven dat hij altijd welkom is in Hardenberg, toen hij nog niet bekend was. Ik bedoel, want dan praat je over de 80e jaren. En het is nu een van de grote cabaretiers van Nederland. En dan ben ik hartstikke trots dat hij bij ons in Hardenberg staat. Je hebt de show gezien, wat vond jij ervan? Ja, ik bedoel, ik heb ze alle 8 of 9 van Bert gezien. En ze zijn eigenlijk allemaal anders, maar ook allemaal weer hetzelfde. Het is gewoon een typische Bert Visseravond. Alles is te dol, alles is te gek. Het is gewoon heerlijk genieten. Theater De Voorvechter draait goed. We hebben hele leuke dingen kunnen bekijken met z'n allen in Hardenberg. Ben je trots op dit theater? Ja, super. Ik liep een poosje terug met mijn echtgenote, kwam ik de stad uit. En dan loop je vanuit de stad naar het theater toe en dan zeg je van, moet je kijken van, als je dat nog vergelijkt met 20 jaar geleden, dat was niks. En als je nou ziet wat er staat, en dat heb ik mede, nee, dat heb ik alleen maar kunnen realiseren dankzij het enthousiasme van het Hardenbergse publiek. Want je kunt wel iets een heel mooi gebouw neerzetten, maar als de mensen niet komen, ik bedoel, vrij naar Bert Visser van in zijn voorstellingen van het circus is in zijn stad, maar er zijn nog geen mensen. Ik bedoel, we hebben een prachtig theater, maar dat heeft de bevolking zelf verdiend. En daar ben ik trots op dat wij prima mensen hebben wonen in Hardenberg. Wat ik ook heel erg mooi vind is de verlichting die 's avonds vanuit het theater over de stad gloeit. Leg dat nog eens uit als je wil. Nou, we hebben wel eens gezegd, het is heel moeilijk om aan te geven, mensen die hier voorbij rijden, dat er gebeuren zulke leuke dingen, maar men weet nooit wat er gebeurt. En dan hebben we een stukje illusie gecreëerd door het theater 's avonds in het licht te zetten. En het licht correspondeert met het genre van de voorstelling. Dat we altijd zeggen van, als mensen langs het theater rijden, moeten ze even kijken en zeggen van, oh, vanavond is die blauw, oh, cabaret, vanavond is die groen, oh, vanavond toneel. Dat het ook in de harten van de mensen gaat leven van, er is weer wat moois aan de hand in Hardenberg. En ja, daar zijn we redelijk uniek in, want geen enkel theater heeft dat. De show van wat je nu in Hardenberg speelt, Avin, waar gaat het over? Het is heel simpel. Het is een man, een man met een kleine ijsbaan, een beheerder van een ijsbaan. En die heeft in zijn hoofd, die wil de Olympische Winterspelen binnenhalen. Met een klein ijsbaantje. En nou ja, dan moet natuurlijk de slager, die sponsort het ijsbaantje, die moet overgehaald worden, de gemeenteraad. En kortom, vanaf dat moment gaat alles op zijn Visseriaans helemaal mis. De meest waanzinnige types komen voorbij. En het wordt één grote chaos. Wat zou je Hardenberg nog mee willen geven? Wat ik Hardenberg mee wil geven? Het wordt steeds maar groter, Hardenberg. Dus ik zou een keer ophouden. En nee, Hardenberg, het ligt hier heerlijk. Het is zo'n lekker stadje. Het is zo normaal. Ik liep er gisteren ook rond door het stadje. Het is zeer gemoedelijk. Hou er zo. En dan is het ook gewoon hoi Bert? Ja, iedereen. Hoi Bert, hey, kom morgen. Hoi, kom vol. Dit vrijdag kom ik. En jij zegt ik zwaai even naar je of zo? Ja, ik zwaai altijd even keurig terug. Ontzettend bedankt dat we even met je mochten kletsen. Met plezier en met plezier weer terug. En we zien elkaar nog ergens. Oké, tot ziens. Dankjewel. Bye.